Assalamu alaikum. Goedemiddag jongens. Vandaag is het zaterdag 22 april, mei is het hè? In mei. 22 mei 2021. We zijn zaterdag hè, altijd een dag aan schoonmaken, opruimen. Doen we altijd eind van de week. We maken alles schoon, we maken alles netjes. Je moet de camera in de gaten houden. Nee. Dat je mij goed filmt, had je me half gefilmd hier. Lijkt wel een science fiction film. Dus je moet me gezegd filmen, anders krijg je maar zo'n karate. Krijg je mij een klap waar je duidelijk van wordt. Nou, waar praat ik over een klap? Vroeger had je in de Osmanse Rijk, had je Sultan Murad. Sultan Murad, deze man is ongelooflijk. Dat deze man zoveel kracht heeft, is ongelooflijk. Hij pakt gewoon mensen zo. Hij pakt de mensen zo. Sultan Murad, hè? Van de Osmanse Rijk. Hij pakt zo mensen en hij maakt hem draaien aan de mensen. Hij laat ze draaien op zijn handen. Zo sterk was Sultan Murad. Zeg, hij had een knuppel. Een knuppel. Als hij mensen zegt alcohol drinken, stoot hij een keer boem. In één klap stoot hij een keer neer. Zo'n knop. Een knuppel van 200 kilo of zo. Maar dat zijn ook speciale mensen. Dat soort mensen hebben we ook niet meer. We hebben nu alleen maar in deze tijd hashtag assholes. Kijk alleen hier naar de pijn die ze ons doen, de criminelen in Filistijn. De hele wereld kijkt toe hoe ze vrouwen en kinderen vermoorden. Maar niemand zegt wat. Niemand zegt wat. En we weten allemaal dat het land niet Israël niet bestaat. Het is Filistijn. Het is Filistijn. Israël bestaat niet. Maar dat is een hele grote verhaal, daar ga ik jullie een keer uitleggen gewoon wat. Maar, wat ik er nou wil uitleggen, is nu dit. We zijn aan het werkje, aan het schoonmaken, opruimen. Komt er in één keer iemand binnenlopen. Met dit. Met super lekkere dingen. Hij komt met gebak. Er binnenlopen. Ik kan het nergens een plaats geven. Isa, de naam van Isa, Rula. Zeewielis Noord, mijn adres. Ik kijk hier, ik zie niks. Ik verder graaien. Ik lees, assalamu alaikum Isa. Met deze taart wil ik je bedanken voor je leerzame filmpjes op YouTube. Je bent nog een van de weinigen die durft te praten en die voor niemand bang is. Inderdaad, wij zijn niet bang. Waarom zijn wij niet bang? Omdat ons hart schoon naar de mensheid is. Kijk, je kan bang worden. Je kan bang worden. Als je de mensen... Onrecht. Ja, ey. Jij komt binnen naar binnen lopen. Gisteren hadden we het over je. Ik ben aan het filmen, maar maak je dat grote. Ik en Johan zitten hier. Als maar goed nieuws. Ja, nee, maar hij zegt, waar is die zweet? Ik zeg, welke zweet? Hij zegt, maar die KTM. Ik zeg, ja, ik heb een tijdje niet meer gezien. Gisteren hadden we het over je. We hebben iemand die zit, dan kom ik naar binnen. Ja. Ik maak mijn filmpje klaar en daarna sta ik te worden. Nee. En hij heeft hier een hele verhaal heeft hij gemaakt. Hier, super mooi. Hij is een Turkse jongen. Ja, hij is, wat moet ik hierover zeggen? Weet je. Hij vraagt mij sommige dingen hier. Ga ik zeker doen. Hij vraagt mij sommige dingen hier, want ik ben niet zo goed te lezen. Ik ken helemaal woordjes. Ja, mooi. Deze, ja, wat wil ik je zeggen, weet je? Ik wil deze jongen super bedanken, weet je, voor die gebak die hij me heeft. Hij heeft precies uitgekozen wat ik wil. Ik hou van slagroom. Hier ga ik zeker van genieten, ik ga zeker aan denken. Maar wij willen jou bedanken, broer. Jouw beloning is bij de Heer de Werelden. Dat je dit zo lekker hebt gestuurd. Ik weet niet waar je vandaan komt. Ik weet niet waar die vandaan komt. Of die uit Utrecht komt, of Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, of ik weet echt niet waar die vandaan komt. Maar het doet er niet toe. Alleen maar dat hij ons blij gemaakt heeft met deze gebak. Ja, ik weet niet wat ik hier moet antwoorden, weet je. Ik sta hier stil van, weet je. Maar... Dus, bedankt en tot ziens. Ja, we bedanken zeker de mensen. Het is niet grote dingen wat je krijgt. Het is niet zeg maar een telefoon of een auto, nee. Het zijn kleine dingen. Die een hele hoop kunnen betekenen. Ik sta gewoon stil, weet je. En veel meerdere mensen die mij mooie dingen hebben gegeven. Kijk, zo is deze. Diegene die het voor me gemaakt heeft. Kijk, vergeten we ook niet. En diegene die deze schilderij voor me gemaakt heeft. Dit geeft mij. Jongens, dit geeft mij energie, weet je.
om nog meer mooie dingen te doen, weet je. En je weet zelf, we gaan voor niemand aan de kant, we durven hardop te denken. Wat hij hier vraagt, ga ik inshallah doen. Broer, ja, ik dank je wel. Mogen Allah jouw familie behouden, jouw kinderen beschermen als je ze hebt, en jouzelf beschermen. En jou de beste plaats in het paradijs geven, weet je. Ja, wat moet ik zeggen, broer? Ik ben super blij. Ik ga hiervan genieten van deze lekkere taart. Jongens, we gaan weer verder schoonmaken.